Vandaag staan we op het proefveld van RioF. Op dit moment gaan we de aardappels oogsten. Met die oogst gaan we ook de opbrengst bepalen. Om dan te kijken of alle dingen die we hebben aangepast ook het gewenste effect hebben opgeleverd. Nou, de opbrengstmeting is een van de belangrijkste metingen als we het hebben over precisielandbouw. Omdat dit het resultaat is van het complete teeltseizoen. En ook alles wat je daar zelf aan gestuurd en veranderd hebt. En deze data vormt dus ook eigenlijk het sluitstuk, het bewijs dat een strategie, een technologie werkt of niet. Bij het oogsten zelf zit er een soort computersysteem op de machine gebouwd die in real-time de opbrengst karteert. Dus elke 3 meter die we rijden, we zijn 3 meter breed, worden de aardappels apart gewogen en wordt die data verwerkt tot een opbrengstkaart. Thuis wordt er een kwaliteitsmonster genomen. Dus niet alleen de kilogrammen per hectare, maar ook nog de lengte, het onderwatergewicht. Die kwaliteitsmonsters die worden weer teruggekoppeld aan de oppervlakte op het perceel. Maar die krijgen ook een locatie in de schuur. Dan is connectiviteit alles, want dan wordt dus ook alles data-driven gedaan. We staan hier nu op 5 meter aardappelen. Deze loods hebben we van de week kunnen vullen. Door middel van tracking en tracing en koppelen van perceelsdata aan een bepaalde locatie in de schuur, kunnen wij nu het verschil tussen een perceel X en een perceel Y uit elkaar halen op datatechnisch vlak. En deze twee dus ook apart lokaliseren en ook technisch apart gaan bewaren. Connectiviteit speelt een hele belangrijke rol. Zowel buiten met LoRa-sensoren, weerstations, maar ook binnen. De technologie en de waarnemingen die veranderen. Wat vroeger met de hand ging, kunnen we nu met een sensor. Maar de interpretatie van die data blijft nog steeds vakmanschap.